Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag hebben we een speciale gast bij ons, de nummer 5 van sterkste man van Nederland, Sander van Zutphen uit Limburg. Limburg. Nu Limburg. Oké, het was eens Brabant, nu is Limburg. Ik weet niet of José dit goed gaat vinden, maar ik ben er voor je, José. Je weet het. We gaan vandaag benchen en daar ben ik een beetje bang voor, want ik ben niet zo'n hele goede bencher. Dus ik ga mezelf vandaag voor een emotioneel moeilijk blok zetten. Maar ja, want wat is jouw max bench? Mijn max is 252. Ja, dat slaat ons helemaal nergens op. Wat is het Nederlands record? 57. 57. Respect. Bastian Tempelaars, respect. Maar ik denk dat jij het wel een keer gaat vergeten. Ik hoop het. Ja toch. Ik hoop het. Ik ga vandaag ook max op de bench. En ik hoop dat ik 180, misschien 190 ga halen. Mijn beste bench is 170. Ik ben niet zo'n bencher. Ik doe meestal een beetje small grip. Dit zijn allemaal kut excuses. Maar het belangrijkste is, ik krijg veel commentaar op mijn bench setup. Want de bench setup is natuurlijk een fantastische ATX logbox. Kun je ook 200 plus bench op ATX logbox? Zeker. Misschien prachtig. Vergeet niet te abonneren. Zou ik hartstikke tof vinden. En je weet het nu, hulpteam voor Silverback. Gaan we beginnen toch? Duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Bring it a little bit. Oh nee, ik ben hem niet. En? Op zich wel chill. Ja, het is wel groot ook, hè? Het is voor mij net breed. Ja. Iets en te hoog. Ja? Kan ik er dan meteen komen? Ja, we kunnen ze maar over schijven in leggen voor meteen. Oh, je zou het ja, hij vlaar mee dan. Zacht wel. Ja, dat is ook selectief weer. Ik zie eten meteen. Oh, dit is niet interessant. Waarom heb je het niet interessant? Wat voor vlijf heb je meegenomen? Dat is belangrijker. Dat is het interessante natuurlijk van deze training. Niet de goede. Niet? Nee. Femke Huisman, die komt altijd bij ons. Ja? Mijn junior heeft dan met een Limburgse vlaai bij. En die is zo fucking lekker. Maar die hals niet. Ah. Filmshot opnemen van jou. Oh, dankjewel. Ja. Pak de flyer maar weer. Veel dichterbij kom ik niet. Ik eng. Hey. Oh, jezus.
Ja, goed. 1, kom aan. 2. 3, easy. 4, kwam laatste. 5. Je ziet wel een beetje zo dat het ding ligt, als je een klein beetje daar weer gaat, dat ding. Maar ja, je voelt het een beetje of valt mee? Klein beetje. Ja. Siebe. Gaat u... Nee, dat is de microfoon. Oh, we moeten wat aan je aanbouwen. Dankjewel, wacht. Ja, alsjeblieft. Ja. Hou je ook een microfoon? Alsjeblieft. Ja. Dichtbij houden, ja. Een beetje dichtbij, anders werkt het niet. Ja, als je het niet doet, je moet hem andersom houden. Ik moet hem wel reserve hebben. Ja. Ik zo. Pak hier de ballen vast, ik pak altijd. Ik wil even een setje ondertussen, maar... Of echt goed prelen, dat wel. Maar. Ja. In de microfoon. Ja, ik ga de sterkste man van Nederland winnen. Met een ruime meerderheid. Sterkste man van Nederland ga je winnen, ja? Ja, open. Ik ga de trifecta doen. Ga ik de vrouwen winnen? Ook de vrouwen? Nee. Dat zijn je lelijke vrouwen, hè? Dankjewel. Want is de eerste keer dat de min 9 wedstrijd wordt georganiseerd, toch? Nationaal? Ja. Wat staat er? Er gebeurde hele rare dingen achter je, maar dat is niet erg. Huh? Er gebeurde hele rare dingen achter je. Ja, ik word ook een beetje... Dit is het Nederlandse record van 90. Woehoe! Voor nu, volgende week is het 140. Ja. Maar lekker man, goed zo. Fijn. Hop, makkelijker dan de eerste. Oké. Goed, lekker man. Kijk, komt goed.
Oké, 150. Ja. Dit voelde weer veel beter dan onder. Weet je wat met echte heel erg pijn aan de ogen doet? Dus deze kant allemaal wel heel zijn. Deze kant soort van. Dat zijn die oude GM4. Het is kwijt te lelijk. En dan past het met dit. Autisme op zijn best. Dat zie je best niet eens. Maar dat is toch mijn ook toch? Autisme op zijn best. Ja, dat is wel. Klaar maar. Maak het weer gek. Lekker man. Goed staan. Kom maar. Ja, door. Kop rollen. Goed zo. Lekker man. Kom op, dan los. Ha! Easy. Easy, good. Dat vind ik eigenlijk wel erger, Kevin. Ja? Dat vind ik nog erger, want dat is nu 1-1 en dit is... Nee, maar het lijkt wel alsof je niet over nagedacht. Dus net lijkt echt zo van, alle mooie doen we rechts en dan... Ah. Nee, je pakt er sowieso van een 4 en je rolt hem echt vanaf. Maar een stukje pols eigenlijk mee, je onderarm pak je mee. En het is gewoon heel lekker voor de tricep. Maar je moet niet zo van naar je toe trekken, je moet hem af laten rollen eigenlijk. Dus je moet niet naar je toe trekken, je moet gewoon de ketting laten afrollen. Dus als hij hier gaat, gaat hij automatisch eigenlijk een beetje die kant op. En aan het einde wil je echt die omschakeling maken. Je wil niet hieruit komen, want dat doe je eigenlijk niet zo. Ja. Dus je wil hem echt mee rollen. Wat heb je gegeten vandaag? Nee. Ah. Vlaar, joh. Ik heb er geen vrouw mee. Westlandslaatjes. Nee, maat. Kitsenkuit. Ik heb echt gewacht naar die opname, toen heb ik nooit meer vergeten. Nee, ik ook niet. Nee, echt niet. Ik krijg een beeld van Pini uit mijn kop. Je stond recht tegenover ons, toch? Ja. Het is maar zo, ja. Ik keek echt op en ik zag echt van en alles eronder. Ik word dan alweer een beetje misselijk als ik weer aan denk. Piet. Het was ook echt raar, het was een beetje raar gefilmd. Ik kwam daar eigenlijk met het idee van we gaan voor 5 man gaan wat doen. En toen stond er met 10 man. Ja. En dan wil je allemaal naar de camera kijken, maar van zoveel mensen met de rug naar de camera stonden, zoals Piet. Oké, dat was het dan. Dikke training gehad. Bizarre bench. 5x200 pauzen. 5x220. Belachelijk. En dan nog een keer in 240. En ja, ik denk als je het hier op kan, dan kun je het overal, toch? Precies. Dus bizar. Ik heb ook een PR gehaald van 180 kilo. Ben ik super blij mee. 190 kilo binnen. Maar dat maakt niet uit voor de volgende keer. Zeker nog uit rek. Ook super lekker. Dus mooie sessie gehad. Zeker twee. Ja, toch? Hij woont tegenwoordig in Limburg, dus we eindigen met fly, of zoals jij het noemt. Taart. Vigo, taart. Ik denk nu niet dat we thuis zijn gekomen, maar ik noem het in ieder geval wel fly, want het is gewoon fly. Dacht ik, dan kijk ik Femke Huisman en alle andere Limburgs, zeg maar. Kevin Klaas en Mark Mestoos. Dankjewel voor het kijken. Vergeet te liken, te subscriben. En als je Sander wil zien, dan zal ik zijn Instagram even onder zien. En waarschijnlijk iedereen die al geabonneerd is, die kent hem al, want het is een hele grote wereld. Zoals we al eindigen met deze vlog. Hoi.